Dominique, teleurstellend resultaat vandaag. Wat gebeurde er? Ja, de druk lag iets hoog vandaag, omdat we gisteren niet hadden kunnen rijden, omdat we technische problemen hadden. Dus ja, de druk was erg hoog om toch een beetje naar voren te komen. Dus we moesten grote stappen nemen. En ja, ik knapte net iets te veel, stuurde net iets te vroeg in en raakte die nieuwe curbs bij het eerste chicane. En ja, daardoor verloren we iets aan de achterkant van de auto. Dus jammer. Denk je dat het ook te maken had met gisteren? Je had natuurlijk nauwelijks tijd om test te rijden. Ja, natuurlijk hebben we gisteren twee installation laps gedaan en de versnellingsbak werkte niet. Dus we hebben gewoon niks gereden, terwijl de andere drie sessies hebben gereden. Dus ja, daarom kwam die druk om daar extra hoog te liggen. En daarom is het, ja, geprobeerd, maar het lukte niet. En wat verwacht je voor morgen? Ja, voor morgen, ik denk dat het een beetje open de tweede race met de reverse grid. Dus het kan ook wel spannend worden. Je weet ook niet wat het weer gaat doen, want het weer is altijd heel afwisselend. Dus ja, misschien hopen we een beetje op regen. Dus het niveau een beetje gelijk tussen iedereen. Niemand heeft in de regen gereden dit weekend. Het zal zeker spannend worden morgen. Dus ik hoop dat zeker veel PSV-fans komen kijken. Is er nog iets wat je tegen de PSV-fans wil zeggen? Nou, jongens, kom kijken morgen en het zal zeker heel spannend worden.